Ik ben ervoor dat je al heel vroeg begint bij kinderen om ze een schrift te laten aanhouden, dat mag ook een digitaal schrift zijn, waarin ze een boek dat ze gelezen hebben opschrijven. En dat gaat dan als volgt. Ik heb Jip en Janneke gelezen en ik vond het een leuk boek, want het maakt niet uit wat ze dan zeggen. Het doel daarvan is dat je context creëert. Op het moment dat je namelijk een volgend boek gaat lezen, ik noem maar wat Kuifje of Suske en Wiske, hè, dan schrijf je op: ik heb Suske en Wiske gelezen en dat vond ik minder mooi dan Jip en Janneke, omdat. Ja. En op het moment dat je dus moet opschrijven waarom je dat vindt, ben je bezig met tekst verklaren, zonder dat je dat in de gaten hebt. Ja. En als je daar nou consequent in bent, dat je steeds in dat schrift opschrijft welk boek je gelezen hebt en wat je ervan vond, dan kun je dat doen in de context van wat je eerder al gelezen hebt. En dat betekent dat je, nou ja, wat ik net zei, een reden hebt. Je hebt een vergelijkingsmateriaal opgebouwd. Hè? Want je kunt het afzetten tegen wat je eerder gelezen hebt. En als we nou op die manier naar boeken kijken, hè, dus steeds een soort opbouwend boekendagboek maken, waarin je steeds, als het ware, alsof het veroveringen zijn, elk nieuw boek dat je gelezen hebt afzet tegen alles wat je daarvoor gelezen hebt, dan denk ik dat het met leesbevordering veel beter gaat. Want je creëert natuurlijk ook een bezit. Hè, als je op een gegeven moment aan het einde van de basisschool in dat schrift terugbladert en ziet wat je allemaal wel niet gelezen hebt, dan kan je dat vervullen met trots. Ja,